Ja, goeiedag. Fijn dat u kijkt naar de Stelling van Amsterdam. We gaan het hebben over de liquidaties. Maandagavond eentje in Amstelveen en 30 uur later nog eentje, toen in de rivierenbuurt. Rond 7:30 gisteravond werd een vrouw vlak bij haar huis aan de Beekestein in Amstelveen op straat neergeschoten. Dus ik zeg tegen mijn broer, wat is er aan de hand? Toen zag ik een vrouw op de grond liggen. Murat Garki werd rond 22:45 in de Uiterwaardestraat in de rivierenbuurt neergeschoten. Ik ben wel geschrokken, ja. Dat is wel heel dichtbij, hè? Daar gaan we het natuurlijk verder over hebben met drie gasten. Ten eerste Fred Driessen van de politievakbond ANPV, in het dagelijkse leven officier van dienst bij Meer en Vaart. En de fractievoorzitter van D66 is hier, Jan Paternotte. En de fractievoorzitter van GroenLinks, Rutger Groot-Wassink. Ja, meneer Paternotte, de stelling van vandaag is: er is veel meer politie nodig om al die liquidaties tegen te gaan in Amsterdam. Bent u daarmee eens? Is er meer politie nodig? Het lijkt er in ieder geval op dat er meer recherchepolitie nodig is. Gisteren zeiden een rechercheur van de politie en ook iemand van het Openbaar Ministerie dat in Amsterdam die onderzoeken naar liquidaties echt heel moeizaam verlopen. Dat heel ingewikkelde onderzoeken zijn. Er is al een keer een team uit Den Haag ingevlogen om in Amsterdam te helpen. Dus de vraag is, moet Amsterdam niet gewoon structureel meer capaciteit krijgen om deze liquidatiegolf te onderzoeken en te zorgen dat we het ook kunnen stoppen? Ja, Rutger Groot-Wassink, structureel meer capaciteit voor Amsterdam? Nou, ik ben er op zich niet per se tegen, maar ik wil wel dan zeker weten dat het helpt. Hè? Want ik heb het idee dat er hard gewerkt wordt en dat de onderzoeken ingewikkeld zijn. Wil niet zeggen dat als je er maar meer mensen op zet, dat dat dan automatisch helpt. En ik zou toch ook nog graag een ander punt willen maken. Want ik las gisteren ook, volgens mij was het een woordvoerder of een commissaris, die zei ja, als er één iemand wordt geliquideerd, staan er twee klaar om hun plek in te nemen. En we moeten ook kijken naar, ja, wat nou toch ook deze jongens, dat zijn natuurlijk vooral jongens, drijft in die georganiseerde misdaad. En daar is dus meer aan de hand. En dan kom je er dus niet alleen met politie, want het is niet alleen het oplossen van de verschrikkelijke golf van liquidatie die we nu in de stad zien. Maar ook toch eigenlijk beter beeld krijgen waarom mensen daar nou bij gaan en zorgen dat dat minder is. Fred Driessen van de politievakbond ANPV. Ja, meer politie, is dat nodig? U ervaart het dagelijks misschien. Ja, wij ervaren het dagelijks. Je ziet nu door de vorming van de nationale politie dat de operationele sterkte in Amsterdam er toch op achteruit gaat. Alhoewel onze politiechef daar een ander beeld bij heeft, is het een interpretatie van cijfers die je kan geven. Maar voor ons staat het zonder meer buiten kijf dat we er gewoon in de operatie op achteruit gaan. En de operatie is dus wel blauw als opsporing. Hoe gaat het nou binnen het korps? Want ik kan me voorstellen, maandagavond een liquidatie en dan dinsdagavond weer, dat je denkt eigenlijk, we hebben er helemaal geen mensen voor om weer zo'n nieuw team nodig te hebben. Ja, dat betekent dat je operationele keuzes moet gaan maken. Van wat gaan we niet doen en wat gaan we wel doen. En die worden ook gemaakt. En die worden gemaakt door de politiechef. Ja, en wat is daarvan deze keer het slachtoffer geworden? Daar heb ik geen idee van. Daar zou je zelf even aan moeten vragen. Maar ja, maar meer qua gevoel, denk je niet van, ook als politieman, alle jezus, wat zijn het veel liquidaties achter elkaar? Ja, dat baart ons zeker zorgen. En wat ons nog het meeste zorgen baart, is de veiligheid van de collega's op straat. Maar ook die van de burger. Als je ziet met welk grof geweld er geliquideerd wordt, dan ben ik nog steeds blij dat er nog steeds geen onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Ja, eentje. Verkeerd iemand die ervoor aangezien is. Helemaal verkeerd slachtoffer, maar dat was wel het geweld was gericht op die persoon. Dat hij misschien op hem reek, dat is dan een bijkomstigheid. Nee, maar ik ben het erg eens hoor met meneer, want ik woon zelf in de staatsliedenbuurt. Dat daar geen omstanders of andere mensen bij gewond zijn geraakt, is natuurlijk echt een godswonder. Je ziet inderdaad dat het met steeds zwaardere wapens is. Maar ik een ander punt wat u maakt, dat vind ik heel terecht. Hè? Hoe we nu met die landelijke politie omgaan. En dat leidt tot minder capaciteit gewoon in de stad. Dat kan natuurlijk niet. En ja, dan moet je toch ook gewoon bij het kabinet zijn. Want jongens, we weten dat dit nu in de stad speelt. En in heel Nederland hebben we natuurlijk daarmee te maken. Hè. Limburg heeft te kampen met ecstasy-laboratoriums en zo. Ja, meer politie nodig. Nou ja, ik denk dat je er niet aan ontkomt. Nee, meneer Paternotte, moet de burgemeester Van der Laan moet die met opstelt om de tafel? Ja, ik denk het wel. Ook omdat dit natuurlijk in de stad op een hele andere manier beleefd wordt nu. Vroeger waren liquidaties, waren afrekeningen in het criminele circuit. Is het natuurlijk nog steeds. Maar nu staan er kinderen bij terwijl hun moeder geliquideerd wordt. Die zijn voor de rest van hun leven ook slachtoffers. Ook een kinderdagverblijf doorboord. Maar 15 jaar geleden was het ook al op het Groot Gelderlandplein. Natuurlijk, maar dat had zoveel in één jaar gebeurd en dat er zoveel mensen ook getuigen van zijn. Of iemand die inderdaad ook zelf slachtoffer is geworden. Je ziet natuurlijk dat het met golven is. Dat betekent dat je daar iets tegen moet doen. Het gaat inderdaad met golven. Maar Amsterdam heeft duidelijk op dit moment een tekort. Ik ben het dus met Rutger Groot-Wassink eens dat de burgemeester aan Opstelten zou moeten vragen om meer capaciteit voor Amsterdam vrij te maken. Ja. Dat is ook logisch, want een paar jaar geleden heeft Opstelten besloten dat de grote steden wel met wat minder politie toe konden.
Die politieagenten die zijn meer naar de regio gegaan, naar de provincies. Grote steden hadden altijd relatief meer politie per inwoner. Daar is het wat aan veranderd en daardoor is de operationele sterkte in Amsterdam ook afgenomen. Ja, maar dat komt ook door de nationale politie. En daar stemde uw partij ook voor in de Tweede Kamer. Ja, maar om de keuze om te zeggen dat de grote steden minder politie nodig hebben. Dat is niet per se iets waar wij voor hebben gestemd. En je ziet nu ook dat uiteindelijk dit soort geweld toch iets meer voorkomt in grotere steden dan in kleinere dorpen. Ja, maar in Limburg is er ook wat Rutger net zei. Rutger was in drugsgeweld. Tuurlijk. Ja. De liquidatie van een meneer die voor iemand anders werd aangezien, dat was in Berkel en Roderijs. Dus nee, maar ook, in Amsterdam-Oost is een jongen was dat natuurlijk ook. Het trekt zich natuurlijk niet zoveel van grenzen aan, want vandaag is een grote vondst ook in Loosdrecht geweest. Ja. Alleen je ziet wel dat deze liquidatiegolf zich echt afspeelt in en om Amsterdam. Nee, maar er is gewoon een oorlog gaande. Hè? Ik bedoel, het boek de Mokro War is er natuurlijk, weet je, er is gewoon een oorlog klaar. Blijkbaar gaande, dat is verschrikkelijk. Of Mokromafia was het, ja. Een goed boek overigens. Maar wat volgens mij moet gebeuren is, die operationele capaciteit moet beter. Maar we moeten toch ook echt kijken hoe het nou kan dat er nog steeds zo'n aanwas is. Hè? En dat geeft ook de politie zelf aan. En dat betekent dus ook dat je naar de jongens die dreigen in de zware criminaliteit te komen, dat je daar echt ook meer mee moet doen. Dat kan niet anders. We vroegen aan Amsterdammer op straat, wat vinden zij, moet er meer blauw op straat komen? Nou, wat mij betreft niet. Ik ben er geen expert in, maar het lijkt me wel verstandig. Meer politici? Nee, dat denk ik niet. Dat ligt niet aan de politieaanwezigheid. Ik zie genoeg blauw. Zouden we wel meer brede politie op de straat mogen zijn in Amsterdam? Ja, ik vind gezien de liquidatievorm die afgelopen week of weken hier is geweest, denk ik dat het heel goed is dat er meer politie komt. Ja, maar dan moeten we het wel betalen. Gaan we dat betalen? Ik denk dat het goed is dat er signaal wordt afgegeven. En dat mensen zo het idee krijgen dat ze er wel iets aan kunnen doen. Ja, je hebt daar wel menskracht voor nodig. Dus ik denk niet dat er bezuinigd moet worden verder in ieder geval. Ik geloof eigenlijk niet zozeer dat blauw, meer blauw op straat het kan oplossen. Het probleem zit veel dieper. Het zit in de consumptie van de mensen en de behoefte aan drugs. Ja, deze man die zorgt in ieder geval voor genoeg blauw op straat. Maar blauw werkt natuurlijk niet. Nee. Dat is echt. Meneer Driessen... is het ook niet een beetje makkelijk om altijd in die reflex te schieten van meer politie? Iedereen wil natuurlijk altijd meer. Moet niet anders gewerkt worden? Als je meer zichtbaar op straat bent, dan geeft dat aan een groter veiligheidsgevoel bij de burger. De crimineel kan denken van, hey, toch maar even niet. Wat je nu ook ziet door al die onderzoeken is dat wat we in Amsterdam altijd een overwerkbudget hadden van 4,2 miljoen... dat het volgend jaar even gekort wordt tot 2,5 miljoen. Overurenbudget. Overurenbudget. Dat betekent dat als er dus overgewerkt wordt, dat er veel meer tijd voor tijd teruggenomen zou moeten worden. Ja, en dat maar gaat ten koste van dat gaat ten koste van andere inzetten. Ja, en dan worden er wel keuzes gemaakt waar we dan wel overwerk voor betalen en waar niet. Maar ja, dat budget was dit jaar al heel snel op. En dan ga je dus inderdaad onderzoek op een laag pitje zetten. Ja, het is makkelijk van de zijkant roepen hoor, maar moet er niet gewoon efficiënter anders gewerkt worden in plaats van meer blauw op straat, hè? Meer specifiek bijvoorbeeld op de recherche inzetten? Je zou kunnen kijken waar je die keuzes maakt. Die keuzes moet je altijd laten leiden door de incidenten die er gebeuren. Maar dat is aan de politiechef om dat te bepalen. Wij kunnen we daar slechts in adviseren. Ja, maar ik denk wel dat het zo is, hè, dat er meer recherche vooral moet komen. Kijk, een agent op straat, hoe goed ook, hè, ik wil er helemaal niks aan afdoen. Die gaat natuurlijk niet voorkomen dat iemand vroeg of laat geëxecuteerd wordt of geliquideerd wordt. Want dat gebeurt. Want die jongens die trekken zich van niemand wat aan. Ik bedoel, als deze golf nou ons iets leert. Kijk, weer naar de staatsliedenbuurt, waar ze gewoon ook schieten op agenten, gemotoriseerde agenten. Ik geloof niet dat meer blauw op straat dan helpt. Dan heb je het echt over goed onderzoek naar die netwerken. En dat is echt recherchewerk. Ik denk dat bij dingen als liquidaties, dat zijn niet dingen die specifiek in een bepaalde buurt spelen. Meer blauw op straat helpt natuurlijk wel dat je de buurt kent. Dat je weet wat er in zo'n buurt speelt. En dat maakt die buurt natuurlijk veiliger. Maar helpt inderdaad denk ik niet tegen liquidaties. Dat is natuurlijk wel de vraag. Waar zet je je politie voor in? Binnen de bestaande capaciteit. En dat Rutger zei terecht, Rutger Radwassink, dat het kabinet daar ook een verantwoordelijkheid in heeft. Er gaat nu heel veel politiecapaciteit naar de opsporing van softdrugsteels bijvoorbeeld. Vinden wij dat belangrijk, dat we wietplantages opsporen? Of zou je liever willen dat we dat gaan reguleren? Nou, volgens mij zijn geen politie meer. Daar zijn jullie daar allebei over. Daar zijn we het al snel over eens. Jan maakt een heel goed punt, hè? Want er gaat echt heel veel capaciteit op aan het opsporen van die wietproductie. En als je mij de keuze voorlegt, want politici moeten natuurlijk ook gewoon keuzes maken. Als je mij de keuze voorlegt, moeten we nou achter
wiethandelaren jagen of achter deze toch echt harde criminelen, dan weet ik het wel. Maar zegt, dan kies ik voor het laatste. Maar zegt u ook bijvoorbeeld dat het controleren op het afsteken van vuurwerk, dat hoeft van mij dan niet? Nee, maar het is niet zo eenvoudig. Maar ja, als het gaat om keuzes, dan moet u misschien als dan vind ik het nu een grotere prioriteit om de georganiseerde misdaad in deze stad aan te pakken. Omdat dit zo ingrijpend is in het leven van mensen en ook mensen echt angst aanjaagt. Ja, dan vind ik dit wel belangrijker dan vuurwerk. Dat lijkt me. Meneer Driessen, want u krijgt er ook weer een taak bij. Hè? Vuurwerk, het afsteken daarvan. Nou, dat valt gewoon onder de knop handhaven. Ja. Maar wat denk je dan niet soms als agent? Oh, wat krijg ik toch allemaal op mijn bordje? Nee, ook dat hoort erbij. Maar wat we net hadden over meer brouw op straat. Op het moment dat je meer brouw op straat hebt, kan je hete daadkracht ook vergroten. Dus heb je minder opsporingstijd nodig. En iedere boef die je op hete daad aan kan houden, die heb je aangehouden. Daar hoef je niet hele dure rechercheonderzoeken op vast te zetten. Ja. En als je dus inderdaad meer brouw op straat hebt, dan heb je een grotere kans dat je die daders, wie die liquidaties plegen, wel op hete daad kan aanhouden. Ja, u hoort het, Jan Paternotte, meer blauw op straat. Nou ja, dat moet ook best kunnen. Alleen wat het kabinet nu dus doet, is steeds meer gekke wetten naar Amsterdam sturen. Nu is er ook een verbod op growshops bijvoorbeeld. Dus je mag geen wiet meer gaan verkopen in smartshops. En er moet ook weer agenten worden ingezet om dat te gaan handhaven. Volgens mij vinden mensen dat inderdaad niet belangrijk. En hebben ze liever dat politie vrij is om achter echte criminaliteit aan te gaan. Maar het probleem is wel, dat dit soort keuzes nu steeds meer in Den Haag bijvoorbeeld worden gemaakt en dat Amsterdam minder te zeggen krijgt. Dat is het gevolg van de nationale politie natuurlijk. Maar feit is dat in de Tweede Kamer ik er wel van uitga dat, omdat het op zich ook hartstikke goed is. Wat je bijvoorbeeld wel ziet, is dat vorige maand een groot team uit Den Haag, team grootschalige opsporing, Amsterdam kunnen gaan helpen met zo'n rechercheonderzoek. En dat is veel makkelijker door de nationale politie. Dus is dat wel een voordeel aan die nationale politie? Dat is wel een voordeel dat het daardoor makkelijker gaat. Maar we hebben natuurlijk wel de flexibiliteit gewoon nodig om nu te kunnen zeggen, we hebben nu op dit hele specifieke recherche meer mankracht nodig. En dan gaat het niet om, we moeten nu agenten die gewoonlijk met handhaving bezig zijn, nu dat werk maar laten doen. Je hebt echt over hele specifieke inzet. En dat helpt en niet zomaar roepen, er moet meer politie op straat. Daar geloof ik gewoon niet zo in. Nee. Maar op het moment dat je een team uit Den Haag haalt, betekent ook dat er in Den Haag operationele keuzes gemaakt worden. Ja. Welke zaak zetten wij dus stop? Ja, want je kan je capaciteit maar één keer inzetten. En het voordeel van overwerk is, dat kan je onbeperkt inzetten. Dat is niet ziek, dat heeft geen last van ATV-dagen. Noem maar op. Dat kan je gewoon ongebreideld benutten. We zitten er alweer doorheen door deze tijd. We kunnen hier nog wel lang over verder discussiëren. En gezien de actualiteit zal dat misschien ook nog wel eens een keer gebeuren. U thuis natuurlijk hier bedankt, maar u thuis natuurlijk ook bedankt voor het kijken. We zijn er morgen weer met een nieuwe stelling van Amsterdam. Dankjewel.